Leuk jullie kijken. Nou, mijn nagels zien er echt niet meer uit. Niet voor jou, Jill? Nee, ook niet. Nee, hè? Nee. Nou, hebben wij het geluk dat wij dit hebben gekregen. Ja. Ja. Van Jinger. En het ziet er echt zo cool uit. Ik vind het logo al helemaal te gek. En de doos. En de website ziet er ook heel erg gaaf uit. En ze hebben echt waanzinnige mooie kleuren. En dan gaan we eens even testen of het echt werkt, hè? Ja. Want het schijnt dus 2 weken te, ja, dat het blijft zitten. Ik ben heel benieuwd. Welke coole doos al gewoon. Ja, hè? 10 seconden, je hebt allemaal verschillende seconden zit hier allemaal op. Nou, een cool ding. Ja, gewoon testen. Ja. Wat is dit? Dat zilver. Oh, hier heb je helemaal een verzorgset. Oh, dat is cool. Dat is cool. Oh, dat is ook heel goed, want je kun je dus je nagels mee even kijken. Hier kun je dus je gel nagellak mee afhalen. Oh, goede vel, daar ben ik altijd ook heel blij mee. Even kijken. Mooi flesje. Ja, heel mooi. Het ziet er echt prachtig uit. Een fresh start prep and clean. Spik en span remover. Dit is cool, spik en span remover. Leuk. Nou, stokjes om lekker al die, die ringen en nagelriemen weg te halen. Oh, die heb je ook altijd zo'n vel. Oh, ja, ze zijn zo wel uitleggen. Ja, een beetje blauwig. Blauwig. Ja, met van die puntjes, spikkeltjes. Nog lichtroze, ja. Nog een andere lichtroze. Ik wil niet zeggen. Oh, een topcoat natuurlijk. Een primer. Dat is ook wel leuk als ze ja, dat vind ik ja, maar dat moet ook echt wel. Oké. Voor de smooth operational cuddle. Wat noem je dat? Gewoon een olie. Een olie voor je nagelriemen. En een base coat. En een base coat. Ja, een kaart hoe je het op moet doen. En hoe je het af moet halen. In 4 stappen. En wij gaan het natuurlijk op doen. Je moet eerst dit verwijderen. Of weer naar achter duwen. We hebben de base coat erop zitten, hè? Ja. Ja. En nu gaan we een kleurtje. Wat voor kleur ga jij doen? Nou, ik denk... Ik doe deze. A touch of base. Die jij had. Deze. Ja? Nee, ik heb Meet Me in Melle. Oké, ik doe deze. Thank you.
En nu? Punchy Pets. Dat zijn deze, denk ik, weer. Ja? Nee, niet. Ja, deze. Ja. Wat we op het begin ook al hadden gebruikt. Dan moet je dan weer overheen doen. Oh ja, hoe? Ik heb het afhaald. Ja, ik had het. Omdat het altijd een beetje plakt in het begin, hè? Ja. De smooth oil is dat, hè? Dus dit moet dan, weet je wel, om je nagelriem mee wat te... Ja, dat vind ik altijd heel fijn. Oh, deze stinkt niet zo. Soms dan stinkt die wel naar heel zoet, de sinaasappel. Ja. Niet? Nee, deze niet. Nou, dit zijn onze nagels. Jij laat wel weten hoe lang het op blijft zitten. Ja. We hopen langs. Daar zegt het 2 weken of niet. Ja, zeg het 2 weken. En in ieder geval, dit ziet er wel echt te gek uit. Het werkt ook heel mooi. Dan heb ik echt een mooie, dikke, weet je wel, mooie, dikke nagellak. Het is niet zo heel dun. En het dekt goed. Huh? Ja. Het dekt goed. Dus abonneer op haar kanaal en geef een duimpje omhoog. En laat in de comments weten of jullie nog andere video's van ons willen. Doei! Doei! Dankjewel voor het kijken! Ik heb voor de 2e keer mijn nagels gelakt met Jinger. En het is echt super cool. Deze heeft een andere kleur, deze. Ook heel mooi. De andere heeft er echt zeker een week op gezeten. En toen dacht ik, ik ga gewoon weer een andere kleur proberen.